Internationale Dag van de Moedertaal. Talen zijn de krachtigste instrumenten om ons tastbare en ontastbare erfgoed te behouden en ontwikkelen. Op 21 februari 1999 werd de Internationale Dag van de Moedertaal door de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in het leven geroepen en vanaf 21 februari 2000 wordt deze dag elk jaar gevierd. De aanleiding om de Internationale Dag van de Moedertaal op 21 februari te vieren kwam nadat er rellen in 1952 uitbraken en diverse studenten omkwamen tijdens demonstraties om het Bengaals, de zesde taal van de wereld, erkend te krijgen als een officiële taal van Pakistan. Het doel van deze dag is enerzijds het bevorderen van de taalkundige verscheidenheid en meertalig onderwijs en anderzijds het bewustmaken van taalkundige en culturele tradities die gebaseerd zijn op begrip, tolerantie en dialoog. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.